Ja. Wat zou even lekker in bed betekenen zonder oldschool games? We gaan een hele oude games gaan we spelen van de makers van Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs. En deze game was dus eigenlijk gewoon heel oud. We zien het al in een soort demo test. Dit is namelijk Donald Duck Quack Attack. Wel een beetje in de sfeer met Halloween. Okay, people, let's go to work. En we gaan een nieuw game starten. Ik ga met jullie meedoen. Coin Quakers. Ja, het is heel apart. Je hebt zeg maar Donald Duck Quack Attack en je hebt Coin Quakers. En volgens mij zijn er twee andere versies. Maar we kijken het filmpje even. Hurry up, doll. Turn on the TV. It's almost time for Daisy's report. Zo maken ze dus popcorn. Met de handige uitvinding van Willy Wortel. And now please watch this intrepid live report from Daisy, our famous reporter. This is it! Daisy, you're on the air. Daisy. Thank you, Robert. I'm actually in the foreign kingdom of Merla, the terrible magician. Now that I've finally found a way to enter his secret temple, we will know what his terrifying new plans are. Daisy is in de tempel van Merlin en ze zijn aan het uitzoeken gaat ze wat zijn duistere plannen zijn. Ze gaat naar Merlijn zoeken en hopen dat ze niet wordt gezien. Daar is die. Daisy is in danger. I'm gonna rescue her. Nou, dat is dus een beetje het verhaal. Je wordt met een teleportatiesysteem wordt je gebracht naar de werelden van Willy Wortel. En je moet dus, je missie is eigenlijk om Daisy te redden. En dit is een heel gave game van vroeger. Voor de PlayStation 1. Dus daarom zijn de grafische instellingen natuurlijk ook wat minder weer. Maar dit is wel echt een Donald Duck game. Het eerste level wat we gaan spelen is Forest Edge. Nou, daar gaan we eens even in. Je hebt dus 4 levels per wereld. Er zijn 4 werelden. Je hebt zeg maar de forest. Je hebt de straten van Duckstad. Je hebt zeg maar het spookhuis van Madame Micmac. En nog iets. Volgens mij de tempel van Merlin. En je hebt ook nog special levels per wereld. Waarin er dus iets achter je aankomt. Denk aan Crash Bandicoot, zeg maar. Dat er een rollende steen achter je aankomt. Maar dit keer is dan een grote beer in dit bos bijvoorbeeld. Nou, we moeten dus van die sterretjes verzamelen. En bij 99 sterretjes krijg je een leven. In elk level zit ook een 3 van die knuffeltjes verborgen. Van die hele lieve, schattige knuffeltjes die je op een bepaald tijdstip worden ze zichtbaar. Zodat je ze kan pakken. Nou ja, als ze onzichtbaar zijn, kan je ze natuurlijk niet pakken. Door de levels heen zie je dus ook allerlei beesten, zoals deze stinkzwam en dit rendier. Ja, ik snap niet waarom je van die lieve beestjes moet doden, maar ach, het zijn de vijanden in het spel. Ja, stinkdieren snap ik wel. Die zou ik ook niet graag willen tegenkomen. Ik snap het. Nou, we hebben een milkshake op, waardoor ik wat harder ren dan normaal. En deze tv'tjes, die geven je uitleg van wat, hoe en wat. Nou, ik kan het ook gewoon aan jullie uitleggen, dan hoef ik niet alles te lezen. Er zitten ook boekjes in de game en die boekjes moet je omverhalen. Dan gaat er een tijd afspelen. En dat is de tijd dat je het teddybeertje kan pakken. Oh yeah! En we hebben het eerste teddybeertje gepakt. Nou, dit is het allereerste level van de game. Echt een heel verslavende game. Het is natuurlijk een keiharde platform game. En dat waren heel veel Disney games van vroeger. En tegenwoordig is het allemaal actie, actie, actie. En vechten en schieten en alles. Dus dit mis ik wel eigenlijk een beetje hoor. Ik mis deze tijd van vroeger. Oh! Dat is het foutje van mij. Je mag hem nooit van voren verslaan, dat beest. Nou, en als je ziet, zijn we al bijna bij het einde. Het is een heel klein level. Het laatste beertje gaan we pakken. Zo.
En Donald Duck is boos. Dat betekent dat we nog één keer mogen geraakt worden en dan zijn we dood in het spel. Zo. We hebben het gehaald. Met 2 extra levens erbij. En we gaan nu naar de main missie. Of naar de main wereld. Waar we dus het volgende level kunnen selecteren. Nou, je zag net van die aparte glazen bollen die we oppakten aan het eind van het level. Je moet er dus een paar verzamelen. En die vormen dan het eindlevel. We gaan naar het volgende level, de George. En ik denk dat dit level een beetje gaat herinneren aan Sonic. En dan begrijp je precies wat ik bedoel. Ik weet niet of het bij dit level is of het volgende level. Nee, bij dit level nog niet. Maar dat zijn dus levels vanaf de zijkant. Dus dan krijg je een beetje het Mario aka Sonic gevoel, weet je wel. Oh, je merkt dat de levels al wat lastiger gaan worden. Met meer vijanden, meer dingetjes, meer kuilen, valkuilen. En zo worden de levels steeds moeilijker hoe verder je natuurlijk in het spel komt. En ook nieuwe vijanden. Nou, zoals je ziet zijn er dus verschillende kleuren sterren. Je hebt de gele, dat zijn de normale punten. De rode en de blauwe heb je eigenlijk. Kijk, dit is jammer, dan moet je weer wachten. Ja, het is natuurlijk wel een simpel spel natuurlijk, hè. Je moet niet bedenken van, oh shit, Vince. Dan moet je gaan nadenken, dat lukt niet. Dat hoeft gewoon niet. Het is gewoon springen waar het kan. Oeh! Oh! Kijk, dit is leuk. En dit zijn de checkpoints. Die hebben we ook wel vaak nodig natuurlijk. Nou, de besturing is niet fijn op zich. Nou, op zich zit wel een goede besturing, maar niet heel erg fijn. En we zijn bijna bij het einde gekomen van het level, denk ik. Alhoewel. Ja, we krijgen hier... Oh nee, we krijgen het tweede beertje. We zijn er nog niet. Ik loog tegen jullie, sorry. Oh, kom op. Oh, kom op. Ik heb nog een paar seconden. Oh, dat halen we makkelijk. Ja, dat snap ik niet. Soms krijg je echt heel weinig seconden voor zo'n beertje. En soms dan heb je gewoon heel veel tijd over, zeg maar. Dat is echt zo raar. Maar het gaat wel lekker, volgens mij zo. Het klinkt als een geit in plaats van een rendier. Ja, ik... Mijn mening, jongens. We zijn bijna bij het einde. Ik doe gewoon rustig aan over dat beertje pakken. We hebben nog genoeg tijd over. En dit was het tweede level. Nou, dat ging best wel snel. Ik vind dat wij nog wel een level mogen laten zien aan jullie. Ik bedoel, even lekker in bed. Even ontspannen. Je ligt lekker in je bedje. En je kijkt gewoon naar deze serie. Old School Games. Dit zijn de games die ik vroeger heb gespeeld. En ja, dat zijn ook gewoon games waarschijnlijk die jullie niet eens hebben gezien. Ik deed het vroeger ook op mijn kanaal, dit. Ik heb ook wat walkthroughs gedaan. Dus dat betekent dat ik het level gewoon speel zonder commentaar. En we kunnen 2 levels kiezen. Dangerous Cliffs ga ik spelen. Alle levels zijn dus unlocked. En natuurlijk weer een Force level. En ik beloof jullie, in de volgende aflevering ga ik dan zeker weten de baas spelen met jullie. Want dat is ook wel leuk om te laten zien. En dan doen we sowieso nog een extra level. Van de nieuwe wereld. Ik vind dat wel. Ja. En natuurlijk Donald Duck. Dat is natuurlijk mijn favoriete Disney karakter. Dus zeker weten vind ik dat heerlijk om te spelen. Oh ja, dat zijn struikjes. Denk aan brandnetels. Weet je wel, je wilt er niet graag inkomen. En Donald Duck ook niet. Dus spring er gewoon lekker overheen. En dan praten we nergens meer over. Nou, zoals je ziet heb ik het al vaker gespeeld, deze game. Zeker weten. Ik heb hem eigenlijk best wel kapot gespeeld. Dit was ook op de computer. Kon je deze game gewoon spelen. En ik speelde het meer op PlayStation. Omdat ik toch, ik ben al een PlayStation freak. Alhoewel, ik heb geen PlayStation 3. Dat is misschien het rare. Ik ben eigenlijk van PlayStation 1 overgestapt naar PlayStation 2. En toen ben ik overgestapt naar Xbox 360. Ja, dat zo is dat gegaan. Nou, het gaat goed. Het is wel lekker zo'n level naar links en rechts. Dat bedoel ik... Oh! Holy crap! Er ging wat mis. We doen het overnieuw. Zo, we missen wel wat punten, maar dat maakt even helemaal niks uit. Het gaat even om dat we het level gewoon even voltooien. Nou, de muziek is wel heerlijk, vind ik zelf. Oh, dat... Oké, we zijn weer terug op het stukje. Wat je moet doen is gewoon deze manier. Anders ga je het niet redden. En we hebben het laatste beertje gehaald in het level. En dat betekent dat we ook bijna... Dat is meestal een teken dat we bijna bij het einde zijn van het level. De levels zijn ook niet zo heel gek groot. Want je moet de levels ook halen op time trial. Dus dat betekent dat je op tijd moet je een bepaalde tijd halen van het level. Dus dan moet je eigenlijk keihard rennen door het level.
En dat is altijd vervelend. Als je op een klokje, als je een level doet op een klokje, dan moet je altijd stressen. En dat is altijd zo vervelend. Ik wil zeggen, geef een groen duimpje aan deze video. Als je dit een leuke game vond. Heb je dit wel eens gespeeld? Laat het weten in de comments. En dan zie ik je volgende week weer terug met het tweede deel. Want we doen altijd twee delen per game. Van Donald Duck Coin Quakers, toch? Of was het Crack Attack? Nee, Coin Quakers. Tot dan! Doei doei!